Ik had eigenlijk wel verwacht dat Lil Kleine hier te sprake zou komen. Daar is hij weer. Nee. Lil Kleine. Wow, hoe is dat dan? Nou, je valt een hoop over te vertellen. Ja, weet je. Een hele korte film, hoor. Hey, hallo, Giel hier en welkom bij een nieuwe aflevering van Off The Record. De wekelijkse podcast van NPO Radio 2, waarin het draait om muziek en alles wat erbij komt kijken. Dus dan hebben we het over roddel, achterklap, we hebben het over een bekend persoon uit de muziekindustrie die doof wordt. En het is niet Phil Collins, maar wel een drummer. We hebben het over biopics, iemand heeft last van een stalker. En als we toch in de gezellige sfeer zijn, hebben we het ook over de uitvaart top 10. De sfeer zit er gelijk goed lekker in. Lekker weer. Ja, ja, lekker depressief programma. Nens is erbij. Henk-Jan is weer aan de drank, want het is maart. Ja, en zo hoort het. En we hebben vandaag als muzikale gast Ferdy Bolland. Ferdy, welkom. Giel, hi. En mede dankzij jou, maar ook natuurlijk dankzij het feit dat het de actualiteit is, beginnen wij met de oorlog in Oekraïne. En dat is op zich een onderwerp waarbij je denkt, heeft dat iets met muziek te maken? Nou, wel degelijk. Verschillende dingen. Ik kom straks op jouw punt. Eerst eventjes. Het Songfestival heeft besloten om Rusland dit jaar uit te sluiten. Ja. Is dat een goede keuze? Ja. Ja, ja vind dat ik zeg wel. Je heel volmondig. Ja, het. Vind ik wel. Hoezo? Ja, dat is gewoon een statement maken. Ja, maar is het niet zo dat juist het Songfestival altijd niks met politiek te maken had? Nou, stiekem niet. Tenminste, of eigenlijk stiekem wel. Ja, ja, ja. Maar sorry. Maar ik denk dat we allemaal wel vinden, denk ik even, dat het Songfestival al jarenlang eigenlijk heel politiek is. Ja. Want we stemmen altijd op elkaars buren en dat soort dingen. Als het gaat over verbondenheid, je kan er ook boven staan in de muziek. Ja. Nee, maar in dit geval vind ik het wel echt een statement. Ja, ik vind het ook. Het is gewoon een boycott in alle vormen, al die sancties. Zou het heel raar zijn als we wel zeggen, nou, maar voor het Songfestival is Rusland hartstikke welkom. Ja, en ze kunnen niet politiek zijn, het Songfestival, maar oorlog en een invasie in een soeverein land is heel wat anders dan politiek getint, zeg maar. Dat praat je echt over oorlogszuchtige demagoog Poetin. En dan moet je als Songfestival en alles, wat Henk-Jan zegt, iedereen en alles moet zeggen, tot hier en niet verder. Maar is het dan ook zo dat je automatisch kan zeggen, en dat zie je al een beetje bij de bookmakers, dat de Oekraïne gaat winnen? Tuurlijk krijg je dat, want dat was ook in, ik heb ooit iets in een talentenjacht gedaan. Oh. Ja. En daar had je de sympathy votes, als wij te hard tegen bepaalde kandidaten waren. Ja. Nou, bam, dan stonden ze meteen op nummer 1 in de televoting. Ja. Dat is, en natuurlijk, dit is iets heel anders, maar de sympathy votes, dat is zo oud als de weg naar Rome. Mensen hebben sympathie voor Oekraïners, terecht. Ja. En wat voor liedjes ook inzenden, ze zullen sowieso meer stemmen krijgen. Maar ik denk dat je als Russische artiest daar dan op die avond ook niet lekker staat. Nee, dus kan je het maar beter helemaal. Ik zou je eerlijk zeggen, ik ben wel heel erg benieuwd naar het liedje dat Rusland al had geselecteerd. Want straks is dat een tering goed liedje. Ja, maar meestal is het gewoon meer de act dan het liedje. Nee, in het geval van Rusland, toch? Oké, die benieuwdheid van neemt nu alweer af. Laat maar zien. Ja, Ferdy, ik zei al, jij hebt er ook iets mee te maken. Jij hebt de DJ's opgeroepen om alleen maar protestsongs te draaien op de radio. Ja. Jij hebt zelf een programma op NH Radio, de regio van Noord-Holland. Ja. Hoezo? Ja, omdat iedereen moet doen wat ze kunnen binnen hun eigen discipline, binnen hun eigen vakgebied. Ik ben songwriter, producer, dus ik ga niet een lied maken, ik ga geen album maken. Maar ik heb hoezo niet? Dat ligt dan ook in jouw macht. Ja, maar dat is iets zeg maar actueel op dit moment. Wat kan ik op dit, als ik nu in de studio ga, ik pas over een maand, ben ik helemaal klaar. Dus dat heeft geen effect. Nee. Wat ik nu kan doen is een uur lang radio wijden aan songs die protest laten horen. Het helpt dat er heel veel hele gave protestsongs gemaakt zijn in de geschiedenis. En ik dacht, ja, dan ook maar gelijk alle andere DJ's en programmamakers in Nederland oproepen om hetzelfde te doen. Talpa Radio, John volgde. Imagine. Ja. Precies. Die deed het, vind ik mondjesmaat. Dat vertelde ik. Een plaatje op alle talpa. Ja, het kan beter dan maar ook elke dag, zeg maar een paar uur. Die parallel programmering. Maar iedereen moet doen wat ze kunnen. En muziek oké, het kan triviaal klinken, maar muziek heeft ook wel een kracht. Het kan een boodschap overbrengen. Ja, het is niet dat je het idee hebt dat Poetin nu naar NH Radio gaat luisteren. En dat is met alle respect, ik vind het mooi hoor. Ik kan mezelf op de borst kloppen, maar het was een soort van heel crazy toeval dat ik afgelopen donderdag, op de avond dat de oorlog uitbrak in de week van de jaren 80, of de 80's, achtdaagse moet ik zeggen, op NPO Radio 2, een avond had over de Koude Oorlog. Dus wij draaiden allemaal nummers die daarmee te maken hadden. En dat had je al gepland? Dat
Dat had ik al gepland. Ja. Dat was echt... Visionaire handen. Dat vond ik ook heel gek. Maar ik snap ook wat jij zegt, Ferdy. Maar ja, Henk-Jan heeft natuurlijk ook gelijk. Wat de fuck bereik je er eigenlijk mee? Nee, ja, maar uiteraard. Als iedereen dat zou denken. Als het Songfestival dat zou denken. Ja. En UEFA zouden denken. En de FIFA. Dan zou helemaal niks gebeuren. Nee, daar heb je gelijk. Je kunt ook zeggen. Wat heeft het effect dat het Songfestival doet? Of dat de FIFA, UEFA. Of dat UEFA zegt. We doen Gazprom niet meer als hoofdsponsor voor 40 miljoen per jaar. Het helpt cumulatief. Het helpt allemaal. Een kleine beetje. Natuurlijk. Ja. Maar dat is ook, ik bedoel, wij op Radio 5 hebben gekozen om de programmering wel door te laten gaan, maar wel te vertellen wat er in Oekraïne als er nieuws is er gebeurd. En af en toe een toepasselijk plaatje. Ja. Maar dan merk je dat heel veel platen ook wel heel toepasselijk zijn. Ja. Plaatjes over liefde zijn ook opeens heel toepasselijk. Ja, het hoeft niet alleen maar protestsongs. Nou, ik ben benieuwd. Nens, jij hebt aanstaande zaterdag je eerste optreden met 24/7, dus die Slave to the Music, die gaat ook ineens heel anders vallen. Nou, dat zal wel meevallen. Weet je, het is eigenlijk zo niet belangrijk meer nu, dat je dan na 2 jaar eindelijk een keer op het podium mag. En het is heel fijn, maar ik sta er heel dubbel in. Er wordt thuis echt regelmatig, of eigenlijk ieder uur wel ongeveer wel naar het nieuws gekeken. Ja. Dus je bent er wel heel erg mee bezig. Maar maar heeft het een smet op de comeback? Zover ga jij? Smet niet. Maar ik vind ook, ik wil eigenlijk nog wel proberen te genieten even, zeg maar. Ja. Want je weet echt niet welke kant het op gaat. Tot de bom valt. Nou ja, zou je bijna denken. Maar weet je, je weet gewoon echt niet wat er gaat gebeuren. Dus ik vind het heel lastig. Ik vind het echt heel lastig. Waar sta je zaterdag? Waar is jouw in de Victoria in Alkmaar. De 90s party. Oh, wat leuk, joh. Dus dat is op zich heel erg leuk. Heel maar leuk. Weet je, het is gewoon nu echt een soort privéfeestje. Ja, heb je gerepeteerd, geoefend? Ben helemaal... Dus ik ben al 2 jaar aan het oefenen. Ja, en ik nog steeds denk ik van, als het 24/7 is. Oh, dat viel voor je teksten. En even voor mijn idee, het is een setje van een half uur. Zoiets, ja. Met band. We hebben nog nooit een band gehad, maar een band gehad inderdaad. En Hanks en Jacks zijn erbij en we gaan lekker zingen. En we hebben een hele leuke 90s medley ook gemaakt, die gewoon even los staat van alle 24/7 nummers. Okay. Dus op zich hoop ik dat het gewoon een groot feest wordt en dat iedereen er zin in heeft om na 2 jaar corona eindelijk eens een keer los te gaan. Ben je zenuwachtig? Onwijs. Ja, maar echt zenuwachtig. Dat moet je zijn, want dan ben je beter. Ja, dus, maar goed, nogmaals, het is allemaal maar bijzaak en leuk dat het kan. Maar goed, het staat niet in verhouding tot... Wij komen in ieder geval kijken met z'n drieën. Oh, nou. Ja. Kom maar. Jij noemt net Talentenjacht. Ik wil het toch even vragen, Henk-Jan. Als je het niet gezien hebt, dan gaan we snel door. Gaan we het weer over Glennis Grace hebben? Nee. Grace. Dat is al. Sharp. Andere Grace. Precies dat. Grace Franklin. De kleindochter van Aretha Franklin deed auditie bij Idols. Ja. En hoe vond je het? Ja, fantastisch. American Idol. Ja, wat mij eerst opviel is dat daar dus bij de auditie begeleiding was. Want bij ons was het a cappella, coupletje en een refreintje. Ja. Maar zij zingt. Ja, die appel valt niet ver van de boom. Wat een stem, joh. Ik vond het fantastisch. Nee, je meent het serieus. Ja, maar ze is niet door, hè? Is het niet door? Dat heb ik dus helemaal niet meegekregen. Dan heb je het echt niet gezien. Ik zal je heel eerlijk zeggen. Oh. Ik heb het gehoord net in de Max liet Maan het mij horen. Ja. Want ik had het nog niet eerder gehoord. En zij liet het me op de radio net tussen 6 en 8 horen. En ik denk, wow, ik vond het fantastisch. Nou ja, het was best wel pijnlijk dan. Want ze deed eerst Killing Me Softly. Nou, dat was dat. En ze wijten het aan de zenuwen. Maar dat was gewoon echt niet zo goed. Bibberende stem. En haalde het niet helemaal. Vond ik juist zo mooi. Ik vond het zo kwetsbaar en zo breekbaar. Ja. Oh, wat grappig. Nou ja, jij zat klaarblijkelijk niet in de jury. Wel Lionel Richie en Katy Perry. Lang verhaal kort. Ze is niet door. Wow. En dat vonden zij zelf ook heel heftig. En ik moet zeggen dat Lionel Richie het nog wel mooi verpakte. Namelijk... Vanuit haar grootmoeder sprak hij van, ik weet even niet de Engelse term, maar in ieder geval, soms moet je gewoon even wachten. En, ze is 15, hè? Laten we even duidelijk. Ja. Maar ze deed uiteindelijk een nummer van Aretha, It Was Me. En dan leg je de lat voor jezelf meteen heel hoog. Ja, maar dat is ook heel persoonlijk. Ja, ik dacht alleen maar respect. Ja. Echt, wat een stem zo. Je hoort toch dat als een meisje van 15 zo zingt... Ook hoe ze Killing Me Softly zong. Ja, ik vond het fantastisch. We gaan al terug luisteren. Ja, dit is ook. Okay. Ik zou het even luisteren. Maar 15 jaar, dat heeft nog wel tijd om te groeien. Ja, zeker. Misschien is daar veel, be careful what you wish for, veel bespaard gebleven. Wat Nens zegt, de lat ligt ook hoog. Maar als je dan op je bek gaat als 15-jarige, dan kom je niet snel terug. Nee. Weet je wel? Emotioneel en nou ja, dit was nogmaals niet al te best optreden. Dus ze zal wel echt beter dan ooit terug moeten komen. Nee, precies. Maar dan heeft ze tijd om te groeien. Ja. Weet je, life is for learning. Nou ja, dat is dan weer het voordeel van 15 zijn. Dat je altijd kan zeggen, nou weet je,
over een paar jaar. Ja, serieus. Ze komt zo hard terug als 21-jarige. Komt ze nog mee. Scoort zich helemaal gek. Ja. Ja. Ik had het al over een artiest, een groot artiest, die zijn gehoor bijna kwijt is. En het is niet Phil Collins, maar het is ook wel een drummer. Het is Dave Grohl. Ja. Ja. Enorm, ja, ja. Maar hij is in een rij van veel grote mensen. Ja. Die allemaal... Ja, maar je zegt het nu bijna verder alsof het een soort eer is. Nou, het is eigenlijk... ik zeg het alsof het inherent is aan je vak. Ja. Het zijn meestal drummers. Het zijn meestal mensen die... veel gitaristen hoor. Maar mensen die op het podium in de backline zitten. Maar noem even namen, jongens. Ik ben er echt niet van op de hoogte. Neil Young. Van Nederlandse vanuit jullie zien... Nederlands weet ik niet. Jan van der Meij. Oh ja. Van vroeger Powerplay en Analogues heeft hij op een gegeven moment niet meer opgetreden vanwege tinnitus. Ja. Dat hij echt niet meer, hij kon het geluid niet meer aan. Nee. Tinnitus ik vind het is oorsuizen. Ja, hè? Maar ik vind het altijd iets heel vaags, omdat dat ook iets psychisch schijnt te zijn. Is toch wel heel raar dat heel veel muzikanten het krijgen. Bert Ruiter, bassist vroeger van Focus, daarna van Earth and Fire, de man van Johnny Kaagman, die heeft tinnitus. Ik zou dit nooit hardop zeggen. Ik weet dat zij het naar buiten hebben gebracht. Jan wilde er overigens verder niet over praten. Maar het was opvallend bij Ziggo Dome toen Analogues speelde daar. Anderhalf of 2 jaar geleden. Toen kwam Jan opeens als grote verrassing. Kwam die op het podium met een enorme koptelefoon. Bijna oordempers zou je bijna zeggen. Maar het was een koptelefoon. En toen kon hij wel een paar nummers spelen. En dat was wel fantastisch. Maar hij heeft er dus echt heel veel last van gehad. En ik weet niet hoe het nu met hem gaat. Maar, en als zanger André Hazes natuurlijk. Ja. Ja, die was ook bijna doof. Ja, je schijnt helemaal gek te worden van dat continu. Ja, maar dat is natuurlijk. Dat is toch ook crazy? En Will I Am heeft het. En hij verklaart steeds dat hij het de enige momenten waarop hij het niet Wie heeft het? Will I Am. Oh, ja, oh, Will ja, I al, am. Al heel lang. Ja. 7 jaar geleden maakt hij dat bekend. En de enige moment waarop hij het niet heeft, zegt hij, is als hij naar muziek luistert. Dus dat is een wonderlijke, dat lijkt zalvende werk. Maar dat hij niet is dan, zeg maar. Bijna een soort dat hij, zeg maar... Dat, maar ik denk dat het gehoorproblemen valt mij wel op. Is veel vaak bij artiesten, zangers, maar ook inderdaad muzikanten. Die nog gewend zijn met de monitoren op het podium te zingen. Maar jij staat zaterdag in Alkmaar gewoon wel met in-ears. Ja, maar dat heeft Dave Grohl gezegd. Ik wil het publiek horen, maar ik wil mijn band horen. Ik wil alle, dus die speelt gewoon zonder oortjes. Gewoon floor monitors en enorme side fills. En daar komt een bak herrie uit. Precies. Fantastisch, maar dat is natuurlijk niet gezond voor je oren. Nee, zeker. Maar de artiest zal geen oordopjes in doen. Terwijl het publiek het over het algemeen tegenwoordig wel doet. Maar ik vind dit ook zoiets geks. Dan ga ik naar een event toe, dan moet ik oordopjes in, zet het gewoon even lekker wat zachter. Zou je zeggen. Ja. Ja, maar wij vroeger, als artiesten roepen alleen maar tegen de geluidsman stampen. En vroeger was het ook echt, als ik dan naar huis fietste van een of ander bandje, dan wilde ik wel gewoon een piep in mijn oren hebben. Jij wilde juist die piep hebben. Maar dan de volgende ochtend hoopte ik wel dat het weg was. Soms was je dan bij een concert, te pauw bijvoorbeeld, dan was het op een gegeven moment drukker op de gang dan in de zaal, omdat het zo hard was. Dat kon echt niet meer. En dat hoorde ik de volgende ochtend nog steeds een piep in mijn oren. En ik ben ook lawaaidoof. Dat weet ik. Ik bedoel, als ik in een kroeg sta, dan heb ik echt moeite om de conversatie. Kan jullie allemaal verstaan? Omdat maar heb jij daar, want dat vond ik iets waar ik zelf niet over nagedacht had. Dat vertelde Dave Grohl in een interview. Dat hij dan op zich best wel redelijk aan het liplezen is. Mm-hmm. Alleen dat even de afgelopen tijd wat moeilijk was. Met mondkapjes. Yes. Met mondkapjes. Ja. Heb je daar last van gehad? Ja, er waren ook geen kroegen. Nee, want er waren niet zoveel groepen. Nee. Want het is geroezemoes. En als ik dan bij een borrel of zo, maar die waren er allemaal niet. Als je dan heel veel mensen om je heen en mensen gaan iets tegen je zeggen. Ja. Dan moet je echt wel heel erg kijken. En dan kun je het verstaan. Maar inderdaad, met een mondkapje, dan zou ik het niet kunnen verstaan. Nee. Heel moeilijk. Ja, heel lastig, heel lastig. Biopics, ze zijn hot natuurlijk. Het succes van Bohemian Rhapsody. En nu gaan ze het rijtje zo'n beetje af. Er wordt gewerkt aan een docuserie over James Brown. Mick Jagger zou er aangetrokken zijn als een van de producers. En dit jaar, de trailer is daar al van verschenen, de biopic over Elvis. En een beetje, ik weet niet of we er trots op mogen zijn, maar de Nederlandse manager Tom Parker die daarin zit. Ja. Tom Hanks speelt hem, hè? Ja, Tom Hanks. Ja, producer, Tom speelt Tom. Ja. Ja, maar hij speelt, maar hij is ook een van de initiatiefnemers van de biopic. Ik ben heel benieuwd hoe zijn Nederlands is. Ja. als hij Parker speelt. Ja. Maar goed, wij gaan ze allemaal kijken, want het gaat over muziek. Ja. Ik vraag mij af, en ik vind eigenlijk, want Herman Brood vind ik te makkelijk, en daar zijn al wel wat documentaires over gemaakt. Welke Nederlandse artiest zou nou echt een biopic verdienen? Ferdy, ik begin met jou.
Ja, meestal mensen die dood zijn. Dus het is een beetje raar. Want voor mij een grootheid is Herman van Veen. Dus ik moet even wachten tot hij dood is. Maar bij leven zou dat een hele goeie zijn. Want hij is zo briljant. En ik vind hem zo veelzijdig. En zo ondergewaardeerd. Ja, hij heeft veel succes gehad. En is zijn, dat kan ik, weet ik eigenlijk oprecht niet. Ik weet dat hij in veel plekken geweest is. En op veel plekken gewoond heeft. Mm-hmm. Maar hoe is verder zijn privéreis? Want laten we wel zijn, daar gaat zo'n biopic meer over dan de muziek. Ja, interessante privéreis. Omdat hij was een van de eerste cabaretiers die het aandurfde en ook succesvol gedaan heeft om in Duitsland te gaan optreden. In Scandinavië. Engelstalig, Duitsstalig, moeiteloos. Mm-hmm. Financierde dat helemaal zelf. Nam grote risico's. Was heel succesvol. Dat voorbeeld is later gevolgd. Ivonier ging naar Frankrijk met geld van Joop. Oh ja? Dat soort dingen. Niks over gehoord. Ja, ja. en dus ik vind dat met name een man. Maar ook een man die creatief briljant is. Hmm. Zakelijk geniaal. Want hij heeft het zakelijk heel goed voor elkaar. Als je bij hem thuis komt, bij zijn kantoor, midden in de bossen of een landgoed. Kilometers rijk het landgoed. En dat heeft hij super mooi voor elkaar allemaal. Dus ja, het is een interessante man op meerdere niveaus. Hmm. Ja, ja. Ik vind het een hele leuke. Herman van Veen. Origineel. Nens. Ja, ik heb daar best wel over nagedacht. Maar ik vind het heel lastig. Ik ben ineens dan heel jong. Dan denk ik van, oh ja, wie dan? Wie dan uit mijn generatie? Maar ik kom eigenlijk alleen maar op twee namen waar ik heel weinig van weet, maar wel meer over zou willen weten. Reën en Nita. ik dacht eerst dat ik dat zeg, maar nee. Iconen. Maar ik zat toch te denken om een mooie film over Lisbeth List en Ramses Shaffy misschien. Ja, 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 ja. Of een van de leuk, twee, of los leuk, van elkaar. Ja. Hoewel daar vast al wat series over zijn. Dat is natuurlijk een serie geweest, ja. Ramses. Ja, ja, maar misschien Lisbeth ook wel een heel mooi verhaal nog te vertellen heeft. Ja. Ja, ja. Ja, en Jan? Barry Hay zou ik heel interessant vinden. Mooi. Is natuurlijk een bevlogen leven, zou je wel kunnen zeggen. Een ontzettend rock'n'roll leven, mm-hmm. Wat hij nog steeds leidt. Ja. Voor mij hoeft hij ook niet eerst dood. Ik zou nu naar een wordt biopic ook van... een goede soundtrack, denk ik. Ja, precies. Lekkere nummers, je hebt gelijk. Ja, en Peter Koelewijn zou ik ook interessant vinden. Apart verhaal ook wel, Peter. Ja, het is een heel apart verhaal. Ja, lees het boek Peer, zou ik zo zeggen. Okay. En dan weet je, daar zit een film in dat verhaal. Ja, absoluut. Want wat even in een noot erop, wat is het verhaal van Peter? Ik bedoel, dat weet ik echt niet. Nou ja. Oh. Nee. Brabantse boy done good, weet je wel. Hij heeft uit een heel simpel begin... Heeft hij toch een heel groot imperium opgebouwd, wat ondergewaardeerd is, vind ik. Hij was de grote maat en concurrent van Hans van Hebert. Binnen Polygram waren dat de twee topproducers. Maar wat hij allemaal gedaan heeft met Bonnie Sinclair, en ga zo maar door. Gompie in Duitsland met Who the Fuck Alice. Is Alice. Ja. Altijd was hij, combineerde hij altijd goede songs die hij zelf schreef. Ik vond zijn soloalbum heel erg goed. Je wordt oude papa, hele gave track. Maar ook hele commerciële neus voor gave ideeën. Ja. Goed verhaal. Helmut Lotti. Al die Ghost Classics. Ja, maar make no mistake, Helmut Lotti, wat dat omgezet heeft. Zijn er Foresight. Of Bolland en Bolland. Ik bedoel, als ik even kijk naar jullie titeltrack, denk ik, nou jongens. Ja. Nou ja. Ik heb geen idee. Ja, het is wel ook een bevlogen. Ook wel interessant. Ja. Humble Beginnings. We gaan er wat mee doen. Ja. Nou ja, dat is gewoon te hard bijna om te zeggen. Maar Rob, die heeft niet zo lang meer. Dat is gewoon een feit. Dat is een feit, ja. Maar is het zo dat jij nu al weet, want zo werkt het toch in de mediawereld, dat daar dus nu al documenten over gemaakt worden, dat jij al gevraagd wordt om iets over te vertellen en dat soort shit? Ja, je merkt wel dat er aanstalten gemaakt worden. Ja, ja. Mensen die voorzichtig vragen van dit en dat. Maar de realiteit en de waarheid is dat we het gewoon niet weten. Dat Rob zelf ook niet weet. Nee. En ik geloof, en hij ook enorm in mentale krachten. Mind over matter, psychosomatische krachten. Je hebt mensen die ter dood veroordeeld zijn door de medische wereld, nog 10 jaar leven. Of mensen die opgeven, thuis op de bank gaan zitten en omvallen. Je hebt het voor een groot deel raar genoeg zelf in de hand. Ja, mooi. Maar ja, dat zal gebeuren. Maar heb je veel contact met hem? Veel contact, ja. Ja, sinds een lange tijd veel contact. We doen veel dingen samen. Maar dan hebben we het echt over een dagelijks appie? Of, nou ja, wel bijna dagelijks. Ja. We zijn met veel projecten bezig, waardoor dat ook nodig is. Hè. Je moet ook zakelijk, en we zijn met een grote musical bezig in Wenen. Dus we zijn ook zakelijk veel aan het brainstormen.
maar ook gewoon op een broederlijke. Ja. Gaat dat dan helemaal? Is dan alles water under the bridge? Nou, we hebben besloten. Dat is een goede vraag. Goede vraag. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar we hebben besloten dat omdat zijn tijd beperkt is, dat we niet gaan voldoen aan nou eens lekker uitvechten waar we 20 jaar lang over gevochten hebben. Ja. Want dan redo je gewoon het hele verleden nog een keer. Dus laten we dat laten liggen. Dat hebben we besloten. En laten we gewoon positief proberen te zijn. Mooi zeg. Ja. En dat is een keuze die je goed uitpakt. Omdat je daarmee toch puur leeft in nu. In dit moment. Eerder dan al die ellende van vroeger. En denk je dat hem dat dan ook toch weer een beetje sterkt in het proces van ben er nog? En dat het kracht geeft? Positiviteit geeft het sowieso meer kracht. Absoluut. Want het is nu een jaar geleden dat ik er, iets meer dan een jaar geleden dat ik hem voor het eerst weer zag. Mm-hmm. En ik vind nu dat hij echt er beter uitziet. En dat heeft puur te maken. Het gaat medisch, fysiek, fysiologisch, fysionomisch niet beter met hem. Mm-hmm. Maar mentaal, emotioneel wel. Dat is belangrijk volgens mij. En die kracht zie je aan mensen gewoon. Dat zul je in jullie je levens ook meegemaakt hebben. Bijzonder. Mooi. Met dit verhaal vind ik het echt al nu de biopic waard. Dat is echt broederlief. Dat zou wel één kunnen zijn op termijn. Ja. Ik had eigenlijk wel verwacht dat Lil Kleine hier te sprake zou komen. Er is hij weer. Lil Kleine. Wow, wat is dat dan? Nou, je valt een hoop over te vertellen. Ja, weet je. Een hele korte film hoor. De film wel, de rechtszaak is niet zo goed. Nee, maar goed. Hij zit vast. Laten we daar niet te veel over zeggen. Laten zitten. Hebben jullie ooit last gehad van een stalker? Ik kijk eigenlijk jou aan. Ik heb meteen naar mij. Omdat het gewoon wel heel cliché. Je kan bij ons dacht allemaal aan jou. Jij zal er wel een paar gehad hebben, weet je wel. Nee, maar even zonder dolle. Ja, ik heb er twee gehad, waarvan het met één echt verkeerd is afgelopen uiteindelijk. Als in? Die heeft zelfmoord gepleegd. Nee. Wow. Ja. Dat is echt wel een serieus verhaal. Ja. Maar goed, dat geeft ook wel aan dat deze man geestelijk gewoon ziek was. Zo probeer ik ernaar te kijken. Was geestelijk echt ziek. Ja. Maar is eigenlijk na het stalken uiteindelijk opgepakt. En toen heeft hij weekendverlof gekregen. En in zijn weekendverlof is hij van een flat gesprongen. Shit. Wow. Maar dat is heel gek, hè? Want je wil dus dat er iets gebeurt omdat je gestalkt wordt. Mm-hmm. En op het moment dat je dat verhaal dan weer hoort van... maar dat is wat hij gedaan heeft. Dan voel je eigenlijk haast alweer schuld en verdriet. Ja, denk je, dat was ook weer niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Je wil dat iemand geholpen wordt. Ja. Dus dat is heel heftig. En er is er nog een andere stalker geweest. Ja, ik weet niet waarom, maar die had in zijn hoofd dat ik hem bericht stuurde via de krant. Echt, shoot me waarom. Ja. Maar daar heeft gewoon iemand een goed gesprek mee gehad. Toen was het klaar. Hmm. En ik ben even nieuwsgierig hoor, sorry. Maar is het dan zo dat... Hoe kreeg jij dat te horen dat die gast zelfmoord heeft gepleegd? Want feitelijk gezien heb je geen enkele link met hem. Nou, dat is echt gek. Ik weet nog dat ik Domino Day presenteerde en in Leeuwarden zat. Ik zat te lunchen volgens mij met Hans Kraai en een paar mannen van de beveiliging. En toen werd ik gebeld door een roddelblad. Eén van de drie, vier. Mm-hmm. Ja. En die zei, heb je het al gehoord? Ook zo. Heb je het al gehoord? Je stalker is van de flat gesprongen. Zelfmoord. Nou, dan schrik je echt tandjes. Ja. Dan denk je, maar dit is niet de manier waarop ik het had willen horen. Nee, begrijp ik. En mijn reactie was dus inderdaad van, maar dit vind ik heel erg. Ja. En later heb ik weer gehoord van familie van, joh, weet je, deze man was echt heel erg ziek. Dus voel je daar niet schuldig over, maar dat doe je toch. Maar... Het raar dat je toch belast wordt met zo'n leven. Je hebt er niets mee te maken. Maar precies. Maar, toch. Maar ik heb eigenlijk tot op de dag vandaag ook nooit begrepen wat hij nou eigenlijk wilde. Want het was niet eens heel erg persoonlijk naar mij toe. Maar hij stuurde brieven. Ja. Maar heel zwart. Zwarte enveloppen. Briefpapier met gouden letters, zelf handgeschreven. Met hele rare teksten, maar die ook voor zijn familie bedoeld waren. En dat kwam allemaal, maar soms wel 10 per dag. Ja. Dan ben je wel echt ver weg. 10 per jaar vind ik altijd 10 per dag. Dus dat kruipt dan onder je huid. Hmm. Die meid van ABBA toch ook, die blonde. Nederlander, hè? Maar later, dat was het weirde. Want dat was getrouwd met die man. Ja, dat is, hoe heet dat, Complex? Ivan Complex, serieus. Ja. Oh. Hij achtervolgde haar jarenlang. Op een gegeven moment heeft ze hem leren kennen. Er zijn we dingen gaan doen, uit eten, whatever. Op een gegeven moment komt in het nieuws dat ze getrouwde met die man. Is dat het Stockholm-syndroom, volgens mij? Ja, Stockholm-syndroom. Dat is niet lang. Heeft niks met ABBA te maken. Meer met Muse. Want die ene ABBA-boy is nu ook weer gescheiden. Die, op 75 jaar geleden. Ja. Zou denken, na 100 jaar getrouwd te zijn. Godzaam nog aan. Waarom dit? Ja. Weet wat het kost. Je hebt er ervaring mee. Ben ik nou weet echt wat de enige? Hem? Ja. Jongen. Ben ik de enige verder qua stalking? Of nee. Hij zeker. Ja, zeker. Maar dat was dan... Omdat jij die enige... Nee, jij denkt meteen dat het boze fans waren. Dat is wel mijn associatie. Nee, er waren ook mensen die gewoon genoten van het programma. En er was één meisje die...
heel slim, die wist dat ik ook liedjes schreef. Die wilde mij te pakken krijgen. Die heeft Buma Stemra gebeld. Mag ik Henk-Jan Smits even aan de telefoon? Buma Stemra echt zo... ja, maar hij is toch componist? Hij schrijft toch liedjes? Ja, maar toen keken ze... Nou, de laatste album waar zijn liedjes op staan is van Laura Fici. Die zitten bij Universal. Bel Universal, maar hij is Universal geweld. Nee. Is Henk-Jan Smits er ook? Waarop die receptionisten zijn. Nee, probeer eens BMG, want daar zit hij volgens mij. En belde naar BMG. En daar... Ja, de telefoon. Nou, en Ineke, Ineke zei... Maar je moet het doen. Nee, sorry. Ik zal het hem doorgeven, maar ik weet, hij is er op dit moment niet, want ik zat daar ook niet zo vaak. Nee. En, dat zegt dus op een gegeven moment was het... zou jij dat meisje nou eens een keer terug willen bellen, die belt namelijk iedere dag. Want op dat moment wist ze dat ze beet had. Ja, ja, dus ik heb er op een gegeven moment toch teruggebeld. RTL zei, want die vertelde ik het, nooit contact mee opnemen. Okay. Maar ik dacht, nou ja, goed, ik moet even duidelijk zijn. Maar wat bleek, ze had een heel verhaal en ik wil je ontmoeten en ik wil je een keer spreken. Want heel ellendig verhaal over de leven, over de vader. En zij zag in mij een soort vaderfiguur en hoe ik dat deed met die kandidaat. En nou, ik denk, nou, ik ga er toch een keer met haar afspreken. Ja, in een kroeg. Dat wordt afgeraden meestal, toch? Ja, had ik ook niet moeten doen. Nee. Maar ja, dat weet ik veel. Ja, goed, ik had ook te doen met dat meisje. Nee, maar serieus. Ik had echt te doen met dat meisje. Dus ik denk, ja, wat kan het nou voor kwaad? Ik kan toch... volgens mij ben ik redelijk duidelijk altijd. Dus ik ben ook duidelijk geweest. Van ja, ik kan die rol niet vervullen. Dus tot hier en niet verder. En toen was het ook een tijdje stil. Oh. En toen met Oud en Nieuw om... 11:58 gaat mijn telefoon. Oh. Gewoon mijn thuistelefoon. Huh? Dus ik denk, nou, dat is mijn moeder. Want dat is ongeveer de enige die mijn telefoonnummer heeft. Nee. Dus ik, hi. Ja, hallo, met... Die? Ik noem haar naam niet. Nemen, en toen zei ik... Wat? Hoe haal je het in je hoofd om mij thuis om dit tijdstip te bellen? Ben je helemaal gek geworden? Ja, maar ik wil je gelukkig nieuwjaar wensen. Nou, ik was zo boos. En zo... Dus ik zei, nou, je mag dit nummer nooit meer gebruiken. Nooit meer. Dat moet je me echt beloven. En ik ga nu ophangen, want ik wil mijn ouders spreken. En ik wil mijn intimie spreken. En je mag nooit meer bellen. Paf. Daarna ook nooit meer wat van haar gehoord. Nou, dat is wel... Het doet je wel. Het heeft mij heel, mij heel veel gedaan toen. Want ik vond het zo eng. Ja. Want er waren ook anderen die helemaal niet eng waren. Maar die stonden gewoon voor de deur te posten. En dat is veel minder eng, want die doen niks. Ja, die snap je? Die zie je. En die komen. Als ik een lezing gaf, stonden de fans bij de deur. Niet van zo'n bedrijf gaan ze dan niet binnen. Maar dan weten ze dat. Ze komen overal achter waar je bent. En dan stonden ze met foto's. Zou je daar even een handtekening op kunnen zetten? Nou ja, dan doe je dat. Niks aan de hand. Maar dit vond ik bedreigend. Ja, en het gekke is dat heel veel mensen vragen... Hoe is het nou met dat meisje? Ik weet het niet. Nee, niet van een dak gesprongen of zo. Laten we hopen van niet. Ik hoop dat het heel goed met haar gaat. Nee, uiteraard. Maar ik heb nooit meer wat van haar gehoord. Nee. Maar het geeft wel aan, en dat zeg je al, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En het siertje dat je het wel gedaan hebt. Maar het gaat juist mis op het moment dat er contact geweest is. Ja. Ik begin hierover omdat Harry Styles van vroeger One Direction last heeft van een stalker. En dat begon dus jaren geleden toen hij een dakloze man wat te eten gaf en een hotelkamer aanbood. En dan denk je, nou ja, mooi gebaar. Je prachtig, aardig, ja. Nou ja, sindsdien laat die gast hem niet meer met rust. En die is al eens een keer veroordeeld, maar heeft nu weer ingebroken in het huis van Harry Styles. Ja, het is vreselijk. Wat dat betreft is negeren dus het beste om te doen. Ja. Zelfs zo'n dakloze die je dan denkt, nou, die help ik even. Ja. Het is toch bizar. Er zijn zoveel weirdo's. Oké, laten we vrolijk afsluiten met de uitvaart top 10. De uitvaart top 10 is weer bekend geworden. En wat eigenlijk vooral opvallend is dat Marco Borsato eruit is. Afscheid nemen bestaat niet. Bestaat dus wel. Ja. Is dat een top 10 van een jaar? Want dit speelt toch nog niet zo lang? Nee, maar het is van de afgelopen tijd. Ja, wat nu relevant is, zeg maar. Want de nu geldende uitvaart. Okay. Ja, of er zijn wat nieuwe nummers bijgekomen. Die dat is ook, maar hij stond wel jarenlang in de lijst. Dus ja. Het is, ja, maar Mieke Telkamp is er ook een keer, is er ook uit. Is gewoon. Die eruit? Ja, die is eruit. Die is er inmiddels uit. Niet in Overijssel. Nou. Want zij komt wel uit Oldenzaal. En Mieke Telkamp die komt gewoon in de top 10. Maar ik zeg heel eerlijk, ik weet niet wat ik ervan vind. Maar we hebben hier hele verhalen gehad over boycott en dit en dat. En dat ik nog zei, ja, maar ja, de liedjes aan zich, die blijven toch... Hè? Ik kwam eerder met een trouwerij, maar in dit geval gaat het over iets soortgelijks, maar dan de uitvaart.
Dat wil je niet horen dan? Blijkbaar niet. Nee, tuurlijk blijkbaar, niet. Ja, nu niet in verkeerde ieder geval. Verkeerde connotatie. Ja, begrijp ik wel hoor. Komt wel weer terug. Hij is zo'n opspraak. Nou ja, dat denk jij wel. Dat is ja, dus, ik denk dat het wel weer terugkomt. Want het blijft natuurlijk een prachtig liedje. Voor, en toepasselijk voor een uitvaart. Dus ik kan me best voorstellen dat als deze... Als dit allemaal lang achter ons ligt, dan is het liedje opeens weer belangrijker dan wat de artiest allemaal heeft gedaan. Ja, ja, ja. En dan... Hij lijkt dat de uitkomst van zijn hele zaak dat bepaalt. Hè? Dus we... Ja, tuurlijk. Wat heeft hij gedaan? Als we echt weten wat hij gedaan heeft of niet, dat gaat bepalen of iemand dat lied überhaupt wil horen op een crematie of een begrafenis. Ja, Miss Montreal is de top 10 binnengekomen met haar versie van Door de Wind. Mm-hmm. Zullen we even een rijtje doen? Als we, Ik zit me eigenlijk meer af te vragen. Ja. Is het niet gewoon een generatiedingetje? Omdat je nu zegt Miss Montreal. Dat natuurlijk, er is een verschuiving qua leeftijd. Dus vandaar dat Miquetel komt er inderdaad niet meer in staat. Dat misschien met Borsato. En dat er misschien de afgelopen 2 jaar veel meer jongere mensen zijn gestorven. Gijzing is juist gaande, waar veel meer oudere mensen sterven. Ja, maar die zijn toch, die zijn niet van de Miquetelkamp generatie. Ja, maar Miquetelkamp is van alle decennia, toch? Ja, nee, Ave Maria. Sorry, ik zou geen Ave Maria, of geen Miquetelkamp. Oké, nou, dat was eigenlijk mijn vraag. Geen Miquetelkamp. Wat I Can Stand It? Nee, joh, ik heb echt altijd gezegd, en ik denk dat ik er nog steeds bij blijf, als ik doodga, dan wil ik... Obladi, obladi. Nou, omdat je tekst zo in zo sterk is. En dan vooral Life Goes On. Oh, okay. Dat vind ik een mooie afsluiter. Maar gewoon echt als hekken. Dan gaan ze dansen. Weet je, ik moet het wel weer zonnig eindigen. Niet zo, dat doet me meteen aan. Is dat niet in Four Weddings and a Funeral? Oh, geen idee. Dat een nummer van de Rubettes wordt gedraaid. Oh nee, dat is Love Actually. Bye, baby. Kijk jij al die roekoes? Ja, nee, maar het is wel heel mooi. Maar dat was mijn dingetje, ja. Maar heb jij er al eentje in gedacht? Ja, zeker. Ik heb zelfs... Ja, het is heel... Een hele playlist. Nou ja, maar op een minidisc ooit vastgelegd. Er is geen crematorium wat een minidisc speler meer heeft. Dus er wordt geen muziek gedraaid bij jou. Toch niet het liggen. Ja, nee, dus dat moet ik nog een keer opzetten. Maar wat staat erop? Noem een... Shiver Me Timbers van Tom Waits. Mm. I'm leaving my family, I'm leaving all my friends. My body's at home and my heart's in the wind. Oh, prachtig. Mooi. Mooi tekst. En mooie muziek ook. Ja. Ready. Ik heb Frank Sinatra. Way? Of? Nee, That's Life. Oh, That's Life. Oh, okay. Up and down, over and out. En hij komt steeds terug, hè, Sinatra. Ja. Dus ja, vind ik leuk. Vind ik mooi. En ook vrolijk. En mijn dochters weten dat al. Nou, ik kom. Dus het mag wel een beetje. Ja. Als jij mij overleeft. Juist. Michiel, en jij dan? Ik heb één, maar die kent niemand. Ik heb één, maar dat is eigenlijk gewoon meer een choqueer nummer. Dat ik heel graag Edge One. Het is een vette house classic waarbij ik vroeger met nog geen steeds... Geen Raken Stennen dus. Nee, ja, mijn beste vriend dacht, ja, een stroboscoop en wat dan ook. Die ga jij... Die moet gewoon heel erg... En voor de rest, vrees ik dat ik uiteindelijk... Maar ja, ik weet niet of ik het voor het zeggen heb... Maar ook wel echt gewoon een lijstje gaan maken. Want er zijn er natuurlijk genoeg. Mm-hmm. Ja, maar wacht daar niet mee. Nee, want je weet niet wanneer het je tijd is. Nee. En ik hoop dat het nog heel lang duurt. Maar je kan maar beter klaar hebben liggen. Want je belast je nabestaanden er namelijk mee. Zeker voor ons, omdat wij van muziek houden. Ja, dan gaan die nabestaanden denken... Oh, het is heel belangrijk, want die muziek was belangrijk. Ja, want hij vond 40 ook zo mooi. Ja. Ja. Welke kiezen we nu? Maar welke dan? Ja, dus je kan beter een lijstje maken. Wel voorstellen dat het lijstje wat ik nu leuk vind... niet meer leuk is als ik misschien 92 mag die worden. Die minidisc staan nummers op. Die maar zoals mijn vrouw zei toen ik die minidisc klaar had... Hoe lang denk jij dat jouw uitgaan gaat duren? Is ook een punt. Jeetje. No way, dat vind je dan. Zijn ze weg. Allemaal gone. Nou, voor de koffie zijn ze weg. Voor nu is de tijd gekomen. Bedankt voor het luisteren. Mocht je nog de privégegevens van Henk Jan willen, dan kan je van mij een mailtje sturen. Altijd. Altijd. Leuk dat je er was, Ferdy. Ja, dank voor de uitnodiging. Net Henk Jan, tot volgende week. Dankjewel. Dit was Off the Record. Doei. Cheers. Was heel leuk. NPO Radio 2.